Hoe was het om 12 jaar te wachten op deze dag? Ja, we hebben er lang op moeten wachten, maar vanavond is het eindelijk zover. Staan we eindelijk terug op een WK, kunnen we er terug volop in vliegen. Het heeft maar één voordeel dat we lang hebben moeten wachten. De spanning die is helemaal opgelopen en we zijn er helemaal klaar voor. Was het draaglijk? Het was draaglijk, het deed wel pijn. Vooral als we naar de buurlanden keken die er telkens wel bij waren, die het ook vrij goed deden. Maar het was ook een motivatie voor ons om te groeien, om te verbeteren. We hebben gewerkt aan een sterke generatie. Nu staan we er en we zullen er ook wel blijven voor enkele edities. En nou heeft u, ik zag op de website van de Brugse Duivels, want zo noemen jullie jezelf, ja, dat jullie het team helemaal naar het WK hebben gedragen. Wilt u dan niet daar zijn? Wel, wij hadden er graag bij geweest, maar natuurlijk ook op het thuisfront moeten wij zorgen voor de nodige aanmoedigingen. We hadden een beetje de keuze. We hebben er uiteindelijk voor gekozen om dan hier in Brugge eigenlijk de WK-sfeer naar hier te halen. En dat gaat gebeuren, hè? Want staat u vanavond hier op het plein tussen de duizenden supporters? Ja, wij staan natuurlijk hier tussen de supporters. Ook in ons supporterslokaal hier vlakbij in de Vette Nos gaat het volop feest zijn. Maar ik zal hier vanavond tussen de supporters staan. Voorspelling? Voorspelling, ik hoop toch op een 2-0 voor België. Dat is een mooie stand. En loop ik even naar de dames hier, want hier verderop is een busstation. En er komen hele busladingen vol schoolkinderen. Dan vroeg ik me af, hoe oud waren jullie toen België voor het laatst meedeed op het WK? 12 jaar geleden? 3 jaar of zo. We zijn nu 15, 16 jaar. Dus dit wordt jouw eerste voetbalherinnering aan België? Inderdaad. Hoeveel zin hebben jullie erin? Heel veel. Waar ga jij kijken? Thuis. En jij? Thuis. Jij hier op het plein? Op de markt. En wat denk je? Gaan de Belgen winnen? Ik hoop het. En wij Nederlanders? Nee. Jullie hebben... Dat wrijven ze hier wel even lekker in. Nou ja, goed. We kunnen natuurlijk zeggen, zij hebben er geen verstand van. Ze hebben in 12 jaar geen wedstrijd gezien. Sorry.